Voorlopig om 12 hadden de collega's een beetje een tragedaas. Want als er maar één deelnemer komt met een hogere score dan 4. En daar zien wij het volgende paardje binnenkomen. Fürstenlook, de 7-jarige hengst van Fürstenball, uit de moeder van Londonderry, Mel Weltmeyer. Wordt hier voorgesteld door de Amazone uit Noorwegen, Isabel Frezen, woonachtig in Duitsland. Isabel Frezen. Komt aan start ook voor Duitsland. Selecteerde zich dus via de Duitse WK-selecties met deze Fürstenlook. Gefokt door Johannes Sabel. In eigendom van de hengste houderij van Paul Schokkemeulen. Dat voorheen nog werd uitgebracht door Isabel Bagge. Nu dus een andere Isabel, Isabel Frezen. Maar heel mooi direct voorwaarts in de draf vanuit het halt houden. Deze Fürstenlook ook veel goede jonge paarden. Een aantal veilingtoppers bij de Veulens. En een aantal jonge paarden die het goed deden op de Duitse keuringen. Is deze zwarte hengst? Enorme uitgestrekte stap hier over de korte diagonaal. Zo'n losse gummibal om te zien, deze Fürstenlook, die hier ook gelijk enorm over de lange zijde galoppeert in de middengalop. Heel gemakkelijk hier de pirouette loopt. Nog iets groen mag natuurlijk ook voor een 7-jarige. De tweede wissel niet helemaal vloeiend.
Ik wil echt veel gaan zitten in die pirouette. Zou in de toekomst nog wat mooier om het binnenbeen gebogen kunnen blijven. Ook deze Fürstenlook, de zoon van Fürstenbal, een paard om van te genieten. Hier voorgesteld door zijn Amazone, Isabel Frese, de Noorse Amazone, woonachtig in Duitsland. Fürstenlook, Fürstenbal, Londonderry, Weltmeier. Krijgt hier ook een zeer verdiend ruim applaus mee van het publiek. Representing us from out of the quarter of Germany. En ik denk dat dit wel eens een hele mooie score kan gaan worden. Ik ben zeer benieuwd. We hebben natuurlijk al 2 tienen, of 3 tienen zelfs gezien. 2 voor Glamourdale, 1 voor Highline Stanciera die nu bovenaan staat. Daarachter zien we nog Governor STR. In de top 3. Stanciera. Glamourdale, Governor, dat is de huidige top 3. Waar gaat deze Fürstenlook terechtkomen? Fürstenlook van Paul Schokkemeulen. Ja, het wordt een 10 voor de draf. Een 9,5 voor de stap. Een 9,8 voor de galop. Een 9,8 voor submission. Perspective, wederom een 10. 2 tienen voor Fürstenlook onder Isabel Frese. Kwaliteit totaal 98,20. Technisch 75% rond. Totaal 86,60. En daarmee verdrijft deze Fürstenlook Highline Stanciera alweer van de eerste plaats. Isabel Frese, Fürstenlook, deze hengst bovenaan nu in de kwalificatie van het WK jonge dressuurpaarden bij de 7-jarigen. Deze goedgekeurde hengst, Fürstenlook, Mecklenburg, Hannover, Zuid-Duits verband, Westfalen, daar is die allemaal goedgekeurd. Die prachtige zwarte Fürstenlook die hier werd voorgesteld.